Ik ben Tobias van Hekke. Ik studeer aan de Universiteit Antwerpen architectuur, mijn eerste bachelor. In het middelbaar heb ik Grieks-Latijn gestudeerd, dus ASO. Ik denk dat dat niet de meest ideale vooropleiding was, maar natuurlijk heeft mij dat wel geleerd om te werken en om te studeren. En dat is van pas gekomen, ook in deze opleiding, want ja, het is ook niet, je krijgt het ook niet vanzelf. Ja, ik zit dus op KOT in Antwerpen. Ik heb daarvoor gekozen samen met mijn ouders, omdat ik in Lebbeke woon, dus bij Dendermonde. Ik zelf ben heel erg blij met die keuze, want het heeft mij al heel veel tijd uitgespaard. Die ik dan aan andere dingen kon spenderen hier. En ik hoorde ook van medestudenten van ik wou dat ik ook een kot had, want het is echt wel gemakkelijk. Ja, ik kwam hier dus zonder vrienden aan in Antwerpen. Maar eigenlijk de eerste dag werden we direct verwelkomd door de studentenvereniging van de hele faculteit ontwerpwetenschappen, Modulor heet die. Ontwerpen was niet echt nieuw voor mij, want ik heb al 8 jaar aan de academie gezeten. In Dendermonde waar ik woon. De laatste 2 jaar in het 5e en 6e middelbaar heb ik architecturale vorming gedaan. En dat heeft mij toch iets wat voorbereid. Je moet het eigenlijk echt zelf in handen pakken, heel die opleiding. En ook niet de hele tijd uitstellen, want er komt heel veel werk op je af, ook tijdens het jaar. Dat je dan echt moet verwerken om het rond te krijgen. Want het is niet zoals sommige opleidingen bestaan, waarbij dat je in december wakker kan worden en dan eens kan beginnen leren voor de examens in januari. Want ja, tijdens het jaar zijn er de hele tijd opdrachten, wekelijks schetsmomenten bijvoorbeeld. En colleges zijn er ook de hele tijd door. Net niet de helft van het hele pakket draait rond ontwerpen, dus dat is wel een heel groot deel van de opleiding architectuur. Maar natuurlijk de andere helft, iets meer dan de helft, zijn theoretische vakken zoals fysica, wiskunde, ook architectuurgeschiedenis. Een van de eerste opdrachten dat wij voor het vak ontwerp kregen, was het opmeten van een bepaalde ruimte in de campus, hier op de campus Mutsaert. Die moesten we dan gaan opmeten met een lintmeter en dan die gaan maken in maquette. Dus dat was dan eigenlijk ook een eerste opdracht om eens bezig te zijn met het uitsnijden, plakken van een ruimte. En nadat die maquette dan gemaakt was, moesten we dan in groepjes van 3 gaan kijken, die we zelf mochten kiezen trouwens, van hoe kunnen we daar nu bepaalde dingen gaan op variëren. En daarbij moesten heel veel maquettes gemaakt worden. Ik denk op die eerste week wel een stuk of 20 maquettes. Ja, de tweede opdracht, daarvoor zijn we naar de plantentuin geweest, de Meissen, op excursie. En dan kreeg iedereen daar een plant toegewezen die je moest gaan bestuderen, gaan schetsen. En dan moest je daar constructieelementen gaan uithalen. Dus bijvoorbeeld, hoe is die plant opgebouwd? Ah, die heeft zo wortels en die zitten zo in elkaar. Of die bladeren die lopen zo, zodat het water eraf loopt. De stam die zit zo in elkaar. En op die manier moesten we die elementen dan gaan gebruiken om een eigen gebouwtje te maken. De meeste van mijn middelbare klas gingen allemaal naar Gent, maar ik heb er ook bewust voor gekozen om naar Antwerpen te komen, omdat de manier van de opleiding mij hier wel aansprak. Waarop er werd gekeken naar een architect, naar architectuur in de maatschappij, de rol daarvan. En ook hoe dat die opleiding werd aangebracht aan de leerlingen. En dat is ook duidelijk te voelen tijdens de opleiding zelf, dat er heel grondig is nagedacht van oké, hoe gaan we dat nu doen? En dat het ook niet zwevend is of met het hoofd in de wolken. Het is echt wel down to earth van oké, dit zijn stappen, dit zijn ontwerpmethodes. En we krijgen zo'n dik boek en daarin staat uitgelegd van waarom dat we alles doen met teksten erbij. Dit zijn ontwerpmethodes, hier zijn voorbeelden zo. En ja, het zit echt heel goed in elkaar, vind ik. En dat ik ook wel al redelijk goed gevoeld tijdens de infodagen. En ik ben echt blij dat ik voor U Antwerpen heb gekozen en voor deze opleiding.